De buren beseffen dat ze er volledig voor moeten gaan, nu de finale strijd echt begonnen is. Chloe zet alles op alles en blijft nieuwe gerechten serveren. En wat is dat koekje? Is het suiker? Mm-hmm. We hebben een paar nieuwe visgerechten, omdat we hier aan de zee zitten, en een nieuw dessert. Ik probeer altijd gewoon te denken aan bepaalde producten die op Sicilië veel gebruikt worden, of nu per se hier aan de Noordzee, bepaalde visproducten. Een paar leuke kruiden en zo, een beetje food pairing, kijken wat goed samenpast. Het duurt soms wel lang eer dat ik tevreden ben over zo'n combinatie, maar het is wel heel leuk om te doen. Like, s'nachts zet ze ook nog de food pairing. Zet ze nog rechtjes de combinatie zet ze te zoeken van dat past daarmee, dat past daarmee. En dat zie je daar. Maar ik ben blij met wat er uit de bus komt, want ja, ik heb niet veel tijd gehad om dat te testen. En ook de klanten in Knokke Heist zijn blij met de nieuwe gerechten. Ja, dat is heel lekker. Ja. Ik vind het vrij sterk voor op die leeftijd al zo'n dingen te kunnen geven. Ja. Ik zou het niet kunnen. Ik heb er veel bewondering voor. Ik vind het een eer om te kunnen mogen komen eten. Heel lekker eten. Qua niveau staat het toch wel heel hoog. Zeker voor zo'n jong team. Doe ik daar echt mijn hoed voor af. Het is leuk om te horen dat mensen het lekker vinden, hè? Na dag 2. Dat is goed. Bekijk nu onze volledige aflevering online en ontdek nog meer programma's. VTM, je beleeft het hier. 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 En hier.